We zijn met een groep op weg van de Poolse stad Krakau naar het concentratiekamp Auschwitz. Om de gevolgen van de Holocaust met eigen ogen te zien en mee te maken wat voor gruweldaden hier gebeurd zijn. Het Poolse stadje Oswiecim kreeg in 1940 de Duitse naam Auschwitz. En de oude Poolse kazerne werd omgebouwd tot gevangenis voor alle Poolse arrestanten en politieke gevangenen. En later ook Russische krijgsgevangenen. Al gauw was het kamp te klein voor de 12 tot 20.000 gevangenen. Er werden 3 dorpjes in de omgeving gesloopt. En aan het einde van de oorlog waren er ongeveer 40 satellietkampen. Die waren weer verdeeld in werk- en vernietigingskampen. En we lopen met de gids langs de plek waar het kamporkest speelde, terwijl de gevangenen naar en van hun dwangarbeid kwamen. En via de appelplaats komen we bij blok 4 uit. En daar mogen we naar binnen. Blok 4 is nu meer een informatiecentrum waar je aan de hand van foto's en beelden en tekeningen een beeld krijgt hoe men hier probeerde te overleven en hoe het eruit zag in de andere kampen. Met uitleg van de gidsen zien we foto's van de deportaties uit verschillende ghetto's en landen en van Russische krijgsgevangenen, Griekse Joden en we zien foto's van andere dovo-kampen en zien dat de Duitsers in het begin hun administratie goed bijhielden aan de hand van de kaartenbakken. We zien foto's van de aankomst van de treinen en van de selectie. Links is naar de werkkampen en rechts is gelijk door naar de gaskamers. En via een maquette van een crematorium zien we hoe alles als een goed geoliede machine in zijn werk ging. Alle eigendommen, kleding, bagage, haar enzovoort werden door andere gevangenen verzameld en gesorteerd en afgevoerd. Blok 5 is voor de opslag van de eigendommen van de gevangenen, voor zover die nog niet naar de andere kampen of Duitsland gestuurd waren. Er ging per week plus minus 10 kilogram aan goud en sieraden en treinen vol met bruikbare spullen naar Duitsland.
In blok 7 laat men zien hoe de gevangenen leefden en sliepen tussen de verhoren en de martelingen door. En we kunnen ons indenken dat het geen pretje was om kop aan kont te slapen met zieke en gemartelde mensen. In het begin werden van alle gevangenen foto's gemaakt. Later werd dat vervangen door een tatoeage van een nummer. De sanitaire voorzieningen vielen hier nog wel mee, vergeleken bij de andere kampen. En voor de mensen die niet naar Auschwitz 2 gaan, laat men hier het interieur zien van een stenen barak met leef- en slaapplaatsen in Auschwitz-Birkenau. De Gestapo had een eigen gedeelte in Auschwitz 1, namelijk blok 10 en 11, waar zij gevangenen ondervroegen, martelden en veroordeelden. En uiteindelijk werden die op een pleintje tussen blok 10 en 11, uit het zicht van de andere gevangenen, voor de executiemuur doodgeschoten. Dit waren in totaal enkele duizenden mannen. In blok 11 werden de gevangenen gemarteld, uitgehongerd en in elkaar geslagen. In de kelder waren de starvationcellen en dat waren cellen van 1,20 meter bij 1,20 meter. En er moesten 4 gevangenen dag en nacht in blijven staan. Wie in elkaar zakte, tekende gelijk zijn doodvonnis. Op 19 juli 1943 werden hier ter vergelding van de vluchtpoging 12 Poolse gevangenen tegelijk opgehangen. De galg waaraan Rudolf Hoes, kampcommandant van mei 1940 tot december 1943, werd opgehangen op 16 april 1947 na zijn proces in Nuremberg. Crematorium 1 was eigenlijk een proefgaskamer en was operationeel van augustus 1940 tot juli 1943. De eerste massadoding met cyclum B-gas vond plaats op 3 september 1941. Ongeveer 600 Sovjet-krijgsgevangenen en 250 Polen werden gedood en verbrand. Bij volbedrijf kon men 340 lijken per 24 uur verbranden. Dit was te weinig. Vandaar dat er nieuwe en grotere crematoria bijgebouwd moesten worden.
We lopen langs het beruchte spoor en zien de afgebroken barakken. En verder zien we ook nog een veewagon staan. Net zo een als waar de mensen mee aankwamen. De mensen werden als vee gesorteerd. Links naar de dwangarbeiders, rechtsdoor, dat waren meestal vrouwen, kinderen en oude mensen. Die gingen direct de gaskamers in. We naderen het grote monument. Dat is opgericht in 1967. Het ligt precies tussen de ruïnes van crematorium 2 en crematorium 3. Het is gemaakt van graniet en als ik er zo naar kijk, lijkt het op een stapel grafkisten. Maar het vertegenwoordigt de dood van alle slachtoffers. In alle talen van de slachtoffers liggen er gedenkstenen met een tekst om dit vooral niet te vergeten. We lopen nu verder langs de door de Duitsers vernietigde crematoriums 2 en 3 en 4. En we weten dat crematorium 5 al eerder was opgeblazen op 7 oktober 1944. Tijdens een opstand van het Sonderkommando. Hierbij kwamen 3 Duitsers en 450 gevangenen om het leven. We zien de diepe askuilen waar nu water in staat. Hier ligt de as van honderdduizenden mensen. We lopen door een stuk kamp met stenen barakken en we zien dat de mensen, de gevangenen en werkslaven echt als vee in de stal geleefd moeten hebben. En het sterftecijfer was dan ook zeer hoog. We lopen nu naar de quarantaineafdeling waar de algemene toiletten waren. Waar de mensen voor en na het werk gebruik van mochten maken. Het waren oorspronkelijk paardenstallen, geschikt voor 52 paarden. Maar nu zaten er 400 mensen per barak in, die onder erbarmelijke omstandigheden in leven probeerden te blijven. We gaan moe en stil naar de uitgang en we hebben nog wel enkele dagen nodig om dit wat we hier allemaal gezien hebben te verwerken.